de Tongerse Keuken. Vandaag gaan we een variant maken op een typisch klassiek Portugees gerecht. Arroz de marisco. Ik ga het natuurlijk op mijn eigen manier maken. Ik heb niet echt de verse ingrediënten zoals garnalen en venenschelpen en noem het maar op. Dus ik heb vandaag bij de supermarkt boodschappen gedaan met producten uit de vriezer. En we gaan eens kijken of het gaat lukken. Aan de slag. 500 gram zeevruchtencocktail, waaronder mosselen, inktvis en garnaaltjes. 2 kopjes Portugese rijst. 1 fijn gesnipperde ui. 2 tenen knoflook die ik geplet heb. 1 blikje tomatenpuree. Sambal. 2 laurierbladeren, 250 ml witte wijn, 500 ml water, een bosje koriander, olijfolie en verder brengen we het op smaak met grof zout en een blokje visbouillon. We hebben een pan verwarmd met olijfolie. Daar gaat in mijn gesnipperde ui, de knoflook en de 2 laurierbladeren. Dit laten we even glazig worden voordat we verder gaan. Mijn uitje ziet al wel glazig. Tijd om er de tomatenpuree bij te doen. Mengen we een beetje. Dat laten we zo een minuutje staan. We zijn een minuutje verder en mijn mengsel is al mooi egaal. Tijd om er de wijn bij te doen. Heel even laten afblussen. Tijd om het water erbij te doen, 500 ml. En ons bouillonblokje. Uiteraard van het visbouillon. Ons mengsel is wat aan het koken. Tijd om de rijst erbij te doen. Wat mengen. En dit laten we een minuut of 10 pruttelen. We zijn 10 minuten verder. Mijn mengsel staat heerlijk te pruttelen. Tijd om er de zeevruchtencocktail aan toe te voegen. Dit is al gaar, dus vandaar dat er nog maar een minuut of 5 mee hoeft te koken. Als je verse ingrediënten gebruikt, dan moet dat natuurlijk iets langer. Een beetje zout erbij om smaak te brengen. 2 lepeltjes sambal oelek. Dit laten we op een matig vuurtje lekker even pruttelen. Nou, ons gerecht staat heerlijk te pruttelen. Tijd voor de final touch. Ik heb hier flink wat koriander. Dat gaat er zo bij. Mengen we een klein beetje. Dan laten we nog een minuut of 2 even erin trekken. En dan zijn we al klaar. Nou mensen, we zijn een half uur verder. Dit is het resultaat. En ik weet dat het niet kan tippen aan het originele recept van Arroz de Marisco. Want dat bevat verse ingrediënten zoals die grote garnalen, venenschelpen, stukjes krab
en noem maar op. Dat heb ik allemaal niet voor handen. Maar ik heb mijn best gedaan met garnaaltjes, met mosseltjes en met stukjes inktvis. Ik ga een hapje nemen. Nou, dit smaakt uitstekend. Wij gaan zo meteen lekker aan tafel. Maar niet voordat ik vergeet te zeggen, liken is leuk, abonneren wordt gewaardeerd en is gratis. Is er iets niet duidelijk in dit filmpje? Onderaan de film vind je een link naar seizoenenblog. Onder de rubriek Dagschotels van Camille kun je alles nog eens nalezen. Wij gaan lekker smullen en lekker aan tafel. Tot de volgende keer.